De SP, VVD, fractie Bakker, Sterk Woerden en Inwonersbelangen hebben tegen de begroting van het college van burgemeester en wethouders van Woerden voor volgend jaar gestemd. Een meerderheid van de raad ging akkoord. Het was overigens wel een begroting met veel amendementen, ofwel wijzigingen op de oorspronkelijke plannen en met moties. De redenen om tegen de begroting te stemmen waren, zo bleek aan het eind van een bijna 7 uur durende vergadering, van uiteenlopende aard. Ja, ik heb tegen de begroting gestemd omdat toch die hondenbelasting er weer in staat. Terwijl in april jongstleden 21 raadsleden hebben aangegeven dat die moet worden afgeschaft. En nu staat die er toch weer in. En dan denk ik, ja, er zijn allerlei ambities. Er zijn best wel dingen waar nog geschrapt kan worden. En waar dat geld best wel te vinden is. Waar houdt u de grootste moeite mee? Toch met de mate waarin het college keuzes maakt. Wij zijn onze bijdrage vandaag begonnen met de opmerking dat het college nog geen echt fundamentele keuzes heeft gemaakt. Dat gebeurt pas dit najaar en in het voorjaar bij de heroriëntatie, waar we echt de vraag moeten beantwoorden, wat voor gemeente willen we zijn? En dat de keuzes die wel gemaakt worden, eigenlijk dus nu nog niet de goede zijn. En daar willen wij dit najaar verandering in gaan proberen te brengen. Maar er wordt zoveel vooruitgeschoven naar eigenlijk volgend jaar. Ja, ik zie dat met angst en beven tegemoet. Dat is dan dus ook gelijk het minpunt uit deze begroting. Dat voor even de problemen lijken opgelost, maar dat er volgend jaar veel grotere problemen reizen. Ja, we moeten nog 4 miljoen euro gaan ombuigen. We hebben nu 2 miljoen omgebogen in deze begroting. Waarvan eigenlijk 1,5 miljoen is geleend uit de reserves. En je hebt eigenlijk maar 500.000 omgebogen en daar komt straks nog eens 4 miljoen bovenop. En eigenlijk maken partijen binnen de coalitie geen keuzes. En we hebben geprobeerd met een aantal partijen in de oppositie om ze wel te dwingen om keuzes te maken. Maar zoals de heer Vermeijer van het CDA zei, ja, wij blijven gewoon op het midden van de weg zitten. Nou, ik heb het meeste moeite met het feit dat de schuldquoteontwikkeling van een dusdanige aard is dat ik daar, en herhaal ik datgene wat ik vorige keer gezegd heb, mij bijzonder zorgen over maak. Dat is voor ons ook een reden geweest om even pas op de plaats te maken voor het goedkeuren van deze begroting. Nou, positief is dat we het komend jaar nog niet rigoureus hoeven te bezuinigen. Maar dat het daarna wel gaat gebeuren. Dus wij zijn wel erg bang dat er straks op cultuur en op het zwembad en op de sport bezuinigd moet gaan worden. Dus het is wel een beetje vooruitschuiven van de problematiek. Uitstel van executie. Nou, ik weet niet of het een executie wordt. Je kan dat nooit zeggen. Elk jaar is dan weer toch weer anders. Maar er moet wel fors ingegrepen gaan worden. En ik ben benieuwd wat daaruit gaat komen. De begroting voor volgend jaar is sluitend gemaakt door zo'n 500.000 euro minder uit te geven dan aanvankelijk gepland. En door 1,5 miljoen te lenen uit de gemeentelijke spaarpot, ofwel de algemene reserve. Volgend jaar staat Woerden opnieuw voor een bezuinigingsopdracht. Dan gaat het om 3 tot 4 miljoen euro.